Nou, allemaal kinderen hier die in de speelweek meedoen, hè? Hoe lang is je vakantie? 6 weken. Is een hele lange tijd, hè? Ja. Had je een leuke vakantie? Ja, heel leuk. Ja. Wat heb jij gedaan in de vakantie? Ik ben op vakantie naar Italië geweest. Alsjeblieft, dat is een verre vakantie geweest, hè? Vond je dat fijn? Ja. En jij? We zijn naar België geweest. Dat is ook ver. Ook buiten de grenzen, hè? Ja. Wat heb je daar gedaan in België? We gingen kamperen. En vond je dat fijn? Was het weer goed? Het weer was goed. Dan heb je geluk gehad, hè? Ja. Nou zijn jullie hier, want die vakantie duurt wel erg lang, hè? Of niet? Ja, best wel. Had je eigenlijk liever naar school gewild? Nee. Maar wat doe je hier allemaal nou? Allemaal spelletjes en ik heb me voor opgegeven, want ik vond het heel leuk. Vind je het ook zo leuk? Ja, superleuk. Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Eigenlijk zo'n beetje alles. Noem eens wat. Tafelvoetbal, ballenfontein, golven, ja, op het springkussen. En dat je elkaar op de grond moest duwen. Ja. Nou, wat vond jij vandaag het leukste hier? Dat je elkaar van met zo'n zak van de buis af moest duwen. Ben je iedere dag geweest? Nee. Hoeveel dagen? Dit is de eerste dag. Alleen vandaag? Ja. Nou, jongens, nog een halve dag en dan moet je weer naar school over een weekje, hè? Ja, ja, jammer genoeg wel. Ach, maar dan ga je toch lekker leren? Ja. Is ook wel weer leuk, hè? Ja. Dankjewel. Twee vrijwilligers bij deze speelweek. Hoe ben je naartoe gekomen, Jesse? Ik ben hier naartoe gekomen omdat op school moesten wij een maatschappelijke stage doen. En toen werd er aangeboden, zou je willen helpen bij de speelweek in Vinkeveen? En toen dachten we, nou, dan doen we dat gelijk. Welke school is dat? In de zomer, van VLC Meidrecht. En waarschijnlijk ook Vinkeveen. En jij hetzelfde? Ja, hetzelfde. Nathalie, waar sta je bij? Ik sta bij het sumo worstelen. Nou, is dat een beetje wild? Dat valt wel mee hoor, het is heel veilig. Ook de stage, hè? Ja. En vind je dat nou leuk om het op die manier in te vullen, die stage? Of zijn er andere mogelijkheden ook voor jullie? Nou, we weten nog niet echt de andere mogelijkheden. Maar ik vond het wel leuk om met kinderen te werken. Dus, Het kost je wel een vakantieweek. Maar het is wel buiten schooltijd om. Dus dan heb je tijdens het schooljaar heb je meer tijd voor school of voor andere dingen. Nou, het is leuk om dit te doen. Voor jullie hoor ik nu. Dus ik zou zeggen, ga er nog even mee door. Want het is bijna afgelopen. En dan kun je je ook voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Ja, nou, hartstikke bedankt. Welke klas? Atheneum 5. HAVO 4. Geweldig, dankjewel voor je inzet ook. Frans Luchtmeijer, jij bent weer van de partij. En als ik het goed heb, ben je zelfs voorzitter van deze speelweek. Dat klopt, ik ben sinds een jaar of 10 nu voorzitter van de vakantiespeelweek. En alles bij elkaar doe ik het nu een jaar of 14. Waarvan 2 jaar als vrijwilliger, 2 jaar gewoon als bestuurslid. En daarna ben ik voorzitter geworden. Leuke bezigheid wel met al die kinderen. Het is een hartstikke leuke bezigheid. En je ziet het, zolang er nog zoveel kinderen komen, blijven we het ook zeker doen. Het is leuk om te doen. En de kinderen vinden het leuk. Dus dat blijven we zeker doen. Vakantie speelweek in Vinkeveen. Ieder jaar weer. Ze gaan weer naar school. Want het is nu de laatste vakantieweek. Ja, het is niet de laatste speelweek, maar wel de laatste vakantieweek. Het is elk jaar in het laatste week van de vakantie dat de vakantie speelweek georganiseerd wordt. En we proberen meestal een gevarieerd programma aan te bieden in 4 dagen tijd. Met knutselen, sporten. Cultureel proberen we er ook vaak in, trouwens meestal op de woensdag. En op donderdag de spelenkermis. Ja, nou is dat jaren geleden begonnen. De eerste keer had ook echt een speciale reden. Ja, het is ooit begonnen voor kinderen die niet echt op vakantie konden. Om die toch in de zomervakantie iets te bieden en een beetje een vakantiegevoel te geven. En voor een lage prijs en laagdrempelig iets te kunnen bieden. Ja, maar nou gaan bijna alle kinderen wel met vakantie natuurlijk, hè? Ze gaan tegenwoordig bijna allemaal met vakantie. We hebben de prijs nog steeds laag gehouden. Het is 3 euro per dag, 10 euro voor de hele week. Nou ja, daar kun je bijna niet voor thuis blijven. Maar de prijs is laag gebleven om ook nu nog mensen, zeker gezien de crisis,
de kans te geven om voor een leuke prijs een leuke week te hebben. En bovendien is het zo dat de ouders ook denken, zoveel weken vakantie, nou zijn ze een beetje onder dak. Sommige ouders denken dat vast wel. En ja, wat ik al zei, het is een leuke prijs. Dus ja, je kunt je kind van 10 tot 3 onderdak bieden met een leuke bezigheden. Ja. Nou, jullie gaan er natuurlijk mee door. Volgend jaar weer. Zo rond december, januari beginnen we met de voorbereidingen van het jaar erop. En sommigen hebben alweer plannen voor volgend jaar. Dus het komt vast weer goed. En dan maar rekenen op beter weer, want deze week was het niet helemaal lekker, hè? Nee, het weer zat niet helemaal mee. Nou is het op zich niet erg, want meestal zitten we binnen. Het weer heeft wel invloed op het aantal kinderen wat komt. Het was dit jaar weer iets drukker dan vorig jaar. Dat is mooi weer, er zijn toch ook kinderen die naar de plassen gaan. Alleen voor de dinsdag hadden we een sportdag gepland voor buiten. Alleen dat is binnen geworden. Niet minder leuk, maar het is altijd leuker om buiten sporten te doen. Dan heb je wat meer ruimte en dan heb je wat meer variëteit in sporten die je kunt gaan doen. Ja, je weet hoe het weer is in Nederland, dus je hebt altijd een alternatief programma. We hebben daar een alternatief programma voor. We kunnen altijd gebruik maken van de boei om daar dingen te gaan doen. Alleen is de ruimte daar wat beperkt. Nou, de kinderen gaan zo eten. Het is weer etenstijd, dan de vanmiddag nog. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Nou, het is zometeen etenstijd en daarna is er nog voor de kleinere kinderen plaatjes bingo. En voor de grotere kinderen gewone bingo. En dan gaan ze weer naar school. En dan gaan ze volgende week weer naar school. Dankjewel. En tot volgend jaar maar weer. Ja, tot volgend jaar.